Maren Dobbeheide, je loopt de 400 meter, 53-25, volledig uitgeteld na afloop. Ja, nou, het is wel eens erg geweest, maar vooral de teleurstelling is nogal groot. Ik denk als ik sneller had gelopen, dan was ik ook minder moe misschien geweest door de euforie. En nu baal ik gewoon, want ik had hier graag onder de 53 seconden gelopen en ja, dat is het niet geworden. Er staat 53-03. Ja, klopt. Dat is van 3 of 4 weken geleden. Maar ik weet dat ik in dat, dit soort omstandigheden in een mooi stadion, grote wedstrijd, wel vaak harder loop of net iets extra's kan. En nou, dat was vandaag niet, dus dat is wel jammer. Ja, want je komt een beetje uit deze streek. Je geeft ook nog iets speciaals, hè? Natuurlijk, hier de wedstrijden. Ja, zeker. Nee. Het is echt toch wel een beetje een thuiswedstrijd. Ik heb altijd hier op de tribune gezeten en naar de grote atleten mogen kijken. En dan is het echt heel eervol dat ik nu hier zelf mag starten. Dus ja, dat was gewoon heel gaaf. Maar ik had gewoon ook echt iets willen laten zien en ervan kunnen profiteren. Maar ik heb het gevoel dat ik dat nu niet heb gedaan. En komt dat dan omdat je te veel gefocust bent? Ja, waar zit het dan in? Ja, dat vind ik nu ook nog wel lastig te zeggen. Ik denk dat ik misschien iets te langzaam ben gestart. Ik had heel erg in mijn hoofd, ik moet niet me gek laten maken door de buitenbanen. Omdat ik in baan 1 zat. Maar misschien ben ik daardoor iets te behouden gestart. Dat ik weet, dat heb ik mijn tussentijd nog niet gehoord. Want ik heb op het laatste stuk had ik echt meer over dan anders. Ik kon gewoon nog wel wat doen. Terwijl ik soms echt dan gewoon alleen nog maar een beetje aan het harken ben. Volgens mij moet dat ook het laatste stuk als het goed gaat. Ja, alleen ik ging nu ook al zuur, maar ik kon nog wel blijven lopen. Dat was op zich wel goed. Maar ja, misschien inderdaad te langzaam gestart of zo. En dat ik daardoor de eindtijd tegenvalt. Ja, iedereen heeft het over EK-limieten en zo. Speelt het ook ergens nog in jouw hoofd? Ja, zeker. De field-limiet staat wel echt heel scherp. Op 51-78. Maar de 200-limiet staat op 23-24. Dus dat zie ik nog wel als haalbaar. En de 4x4, als ze gewoon 4 fitte meiden hebben, kunnen we daar ook mooie dingen laten zien. Dus er zijn zeker kansen. Ja. Je zit een tijdje al in Groningen, geloof ik. Klopt dat? Ja, klopt. Nu al 5 jaar, denk ik. Maar ik kom nog geregeld hier terug, want mijn ouders wonen hier nog. En mijn vriend woont hier nog, dus ik kom hier nog geregeld. Goed zo, als we kijken naar dit seizoen. Ja, je wil natuurlijk die 400 of die 200, daar moet het dan ergens gaan gebeuren. Serie wedstrijden, welke wedstrijden ga je nog doen? Nou, een paar in Nederland, een paar in België. Over 2 weken hebben we de Europa Cup in Braunschweig. Daar zal ik in ieder geval de 4x4 doen. Dus daar heb ik niet een echt limietpoging voor mezelf. Maar ja, het zijn gewoon wel mooie wedstrijden om aan deel te nemen. Jongen, ga je stuk op zo'n 400, is daar nog te hijgen. We zijn een kwartier, 20 minuten later. Dat is wat. Ja, klopt. Maar wat ik zeg, het is ook een beetje teleurstelling, denk ik, wat nog hoog zit. Ja. Ja, alleen maar respect hoor. Ja, dankjewel. Goed zo. Nou, we hebben een hele goede zomer. En ja, ergens hopen we toch een keer een bericht te lezen of te horen. Dobbeheide, limiet. Ja, zou ik echt heel blij mee zijn als je dat leest. Goeie zondag nog. Ja, bedankt. Jullie ook.